goed. Wat fijn om jullie allemaal te zien. En wat ontzettend geweldig dat we met elkaar in gesprek kunnen. Want als ik iets heb gemist, dan is het wel om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. En dat hebben we wel gedaan online en via Zoom en weet ik het op wat voor manieren. Maar gewoon elkaar zien, met elkaar gaan praten. Dat is waar politiek en democratie uiteindelijk over gaat. En vandaag willen we het met jullie hebben over wonen. En als eerste kleine vraag, wie heeft er hier allemaal een koophuis in de zaal? Oké, ja. En wie huurt er? Ja, en wie wil er graag een huis, maar heeft nog geen huis? Oké, we doen het anders. Wie wil er graag gaan kopen? En is daarmee bezig? Oké, ja, ja. Zijn er ook mensen die geen huis hebben op dit moment? Nee, gelukkig. Wonen. Het is een onwijs groot onderwerp en met reden. En ik zelf noem het wel, het is de sociale kwestie van de 21ste eeuw. En als je teruggaat naar die andere sociale kwestie van de 19e eeuw, dat ontstond doordat er de industrialisatie opkwam. Er kwamen grote fabrieken en de industriëlen die gebruikten, die gingen mensen uitbuiten. De mensen die in die fabrieken werkten zonder dat ze rechten hadden, moesten dagenlang werken zonder enige rechten. En ook kinderen. En het werd tijd dat links opstond in die tijd. Om ervoor te zorgen dat de regels kwamen. Dat mensen niet uitgebuit konden worden. En sinds het begin van de jaren 80 zou ik wel kunnen zeggen, hebben we het neoliberalisme, het kapitalisme, zoals ik het zelf noem, het economisme zien oprukken. En waarbij kapitaal alle ruimte heeft gekregen om zichzelf te vermeerderen. En dat heeft tot gevolg gehad dat alles en iedereen die heel rijk is, steeds rijker wordt. Piketty heeft dat heel mooi laten zien. In 2014 was hij hier in onze stad. Maar het is ook een overheid die dat heeft gestimuleerd. Het is een overheid die ervoor zorgt dat als je in Nederland werkt, bijvoorbeeld in de zorg, dat je tot 50% belasting betaalt. Maar als je bezit hebt, bijvoorbeeld een huis of laat staan meerdere huizen, dan betaal je amper belasting tot geen belasting. En daar gaat iets mis. En dat is wat we fundamenteel moeten herstellen. Want als we dat niet doen, dan blijft er problemen op de woningen, met woningen en op de woningmarkt, volkshuisvesting, die blijven bestaan. Dus iedere politicus die bij jullie aankomt en zegt, we gaan het oplossen, want we gaan bouwen, het is niet waar. Alleen bouwen is niet de oplossing. Als we op dit moment, zoals het systeem nu in elkaar zit, meer gaan bouwen, dan geef ik je op een briefje wat er gaat gebeuren. Dan gaat het gewoon weer naar beleggers toe. Dan gaan die huizen opgekocht worden door pandjesbazen. Dan heb je nog steeds niet de kans om dat mooie huis te kopen wat je zo graag wil. Dan verdwijnt het geld weer in de diepe zakken van hen die het al zoveel hebben. En die wooncrisis zit dieper. Het is een systeemcrisis. Die wooncrisis dat laat zien wat er fundamenteel mis is in ons economisch systeem. En als we dat niet veranderen, dan gaat het mis. En daarom moet je niet alleen maar bouwen, moet je nog een aantal andere zaken doen. En daar wil ik even met jullie in vogelvlucht doorheen lopen. Ik zal het niet te lang maken vandaag, want ik wil graag het gesprek aan. Er zijn een paar dingen die ik jullie wil noemen. Ik ben al heel lang bezig met ongelijkheid. En de grootste doorn in mijn oog is box 2. Wie kent box 2? Dit is een van de redenen waarom vaak tegen mij gezegd wordt, als ik hierover wil praten op een meetup of op televisie of in een krant, dan zeggen ze, niet doen Klavertje, want niemand weet wat het is. Nou, degene tegen wie die dat dan tegen mij zeggen, jullie hebben gelijk, niemand weet wat het is. En toch gaan we het erover hebben. Want het is misschien wel een van de grootste geheimen van Nederland, waar onwijs veel geld verstopt zit. Conservatieve schattingen zeggen dat er 200 miljard in box 2 zit. Dus je hebt box 1, daar zitten de meeste van jullie in, gok ik. Dat is waar je belastingen betaalt. Je hebt box 3, als je een beetje vermogen hebt wat daarin zit. En box 2, dat is waar ondernemers, zoals dat dan zeggen, hun geld kunnen stallen. En wat je daar kan doen, is fantastisch. Je kan daar geld laten verdwijnen. Dus stel je voor, hè, je verdient heel veel geld. Dat laat je in je BV zitten, dat keer je niet aan jezelf uit. En dan hoef je daar geen belasting over te betalen. En dat kan je tot in einde van dagen in die BV laten zitten. Maar ja, shit, wat doe je dan met dat geld? Nou, dan geef je jezelf een hypotheek. En dan financier je alles uit die box 2. Dus als je rijk genoeg bent en miljonair, dan hoef je gewoon in dit land geen belasting te betalen. Ik kan me nog goed herinneren, ik studeerde. Kwam er een jongen met een Bentley op school aan.
Ik zei, wauw, ik hou, groot geheim, ik hou van mooie auto's. Ik zei, wauw, wat een mooie auto. En hij zei, ja, is van mijn vader. En ik zei, goh, en wat doet je vader dan? Ja, niks, want die is binnen. Ik zei, oh. Hij zei, ja, maar ik krijg wel een aanvullende beurs. Ik zei, een aanvullende beurs, maar hoezo dan? Hij zei, ja, op papier hebben mijn ouders geen inkomen, hè? Dit is wat er mis is. En terecht dat je lacht, ik moet er ook om lachen. Maar dit laat in de kern zien wat er mis is met ons belastingssysteem. En hetzelfde geldt voor woningen. Als jij meerdere woningen hebt, dan stop je die in box 3. Die kennen jullie allemaal wel. En de inkomsten die daaruit komen, omdat je een huis vuurt, daar betaal je geen belasting over. Vind je het gek dat mensen pandjes kopen? En daarom zeg ik, hate the game, not the players. Word niet boos op mensen die een tweede, een derde of een vierde huis komen. Word boos op het systeem. Ben boos op de overheid die dit toestaat, zeg nog, die dit aanmoedigt. Dat is wat we moeten veranderen. De belasting op vermogen. Als we dat niet veranderen, dan kunnen we bouwen wat we willen. Maar verandert er geen klap, blijft alles precies hetzelfde. En dan is er nog iets. Er zijn in Nederland echt voldoende woningen. Ook nu al. Als we ze eerlijker zouden verdelen. Als we zorgen voor een zelfbewoningsplicht, zodat je niet 2, 3, 4 woningen kunt hebben. Maar er is ook ontzettend veel leegstand. In Nederland staan ongeveer 63.000 woningen leeg. Terwijl we tegelijkertijd weten dat 40.000 mensen dakloos zijn. Dat 60.000 mensen moeten wonen in een staakcaravan of een vakantiehuisje. 60.000 woningen, die staan leeg. Soms met een goede reden, moet ik erbij zeggen. Bijvoorbeeld, je bent het aan het verbouwen, je bent dat helemaal zelf aan het doen. Dat duurt wat langer, dat kan. Dat zijn echt goede redenen. Maar ze staan ook leeg, omdat voor sommige investeerders het namelijk geen bal uitmaakt. Ze worden slapend rijk. Want zolang ze dat huis hebben, de waarde vermeerdert wel. De afgelopen 6 jaar is een gemiddeld huis in Nederland 200.000 euro meer waard geworden. Op papier wordt je schathemeltje rijk, maar je hoeft er geen belasting over te betalen. Dus lekker laten zitten, niks mee doen, niet opknappen. En dat moet veranderen. En daarom ben ik hier vandaag ook om met jullie in gesprek te gaan, maar ook om een oproep te doen aan het kabinet. Belast leegstand. Zorg ervoor dat als panden leeg blijven staan, dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om die panden te belasten. Hoeveel dan? Nou, net zoveel als wij allemaal moeten betalen over ons inkomen. Dat lijkt me wel zo eerlijk. Want je verdient eraan, aan die huizen. En voor een stad als Den Haag, mijn stad, hier staan 3200 panden leeg. De gemeente zou daar 42 miljoen euro aan extra belastinginkomsten mee op kunnen halen. Als we de gemeente de mogelijkheid geven om die belasting te innen. 42 miljoen. Ik hoop eerlijk dat het nul is. Want dat zou betekenen dat al die panden beschikbaar komen voor mensen om in te wonen. Maar als het niet gebeurt, dan is er in ieder geval voldoende geld weer hier om te investeren in de kwaliteit van onze wijken. Om het in woonfonds te stoppen, om te bouwen. Om bibliotheken open te houden. Om in sportvoorzieningen te investeren. En dat is echt van het grootste belang. Want we moeten ook met de woningvoorraad die er nu al is, slimmer, beter omgaan dan nu het geval is. En daar gaan we de komende tijd voor strijden. Dat doen we natuurlijk in de gemeentes en dat doen we in Den Haag. Dat doe ik niet alleen als fractievoorzitter. Dat doe ik ook tegenwoordig als woordvoerder wonen. Fantastisch onderwerp. Ik ga er de komende tijd... Nou. Zeer gewaardeerd, maar dit was... Dat ga ik doen als woordvoerder wonen. Omdat ik echt vind dat de Nederlandse overheid hier veel harder aan moet trekken. En GroenLinks zal de komende tijd, niet alleen tot de verkiezingen, maar tot ver daarna, met ontzettend veel voorstellen komen om ervoor te zorgen dat we die verziekte woningmarkt structureel gaan aanpakken. En dat begint bij het aanpakken van ons economisch systeem. Ik kijk daar ontzettend naar uit. Maar ik kijk bovenal uit naar het gesprek met jullie. Dus ik ga er een punt zetten.